Daar kent u hem nog, deze man naast mij. Hij is de oud-doelman van PSV. De Braziliaan die staat nog onder contract bij Tottenham Hotspur. Maar hij wil weg uit Engeland. Ja, en drie keer raden waar hij naartoe wil. Helemaal vlekkeloos verliep het vertrek van Gomez in 2008 niet bij PSV. Een officieel afscheid kreeg hij niet. Maar daar zorgde hij uiteindelijk zelf wel voor. De liefde van de PSV-fans voor Gomez is groot. En andersom geldt dat ook. Gomez wil graag terug naar PSV. Of course, it is for everyone is a big thing because my relationship with the fans also is very good and of course they feeling that I straight go back, but it's the things is not like me. If it depends just on me, of course, it will be easy to make a decision, but it's a club involved, it's a Tottenham involved in it. Gomez is terug in Nederland, maar niet in Eindhoven. De populaire keeper heeft een handblessure en revalideert bij Vitesse in Arnhem. Na drie seizoenen als eerste doelman bij Tottenham Hotspurs is Gomez bij de Engelse club op een zijspoor geraakt. Sinds de winterstop speelt hij bij het Duitse Hoffenheim. Mag jij weg bij Tottenham? Of I believe so. Gomez wil graag naar Eindhoven en het zou natuurlijk fantastisch zijn voor de PSV-fans. Maar wil de clubleiding van PSV dat ook? Het zou bijvoorbeeld de ontwikkeling van Jeroen Zoet in de weg kunnen staan. In ieder geval is er nog geen contact geweest. If he call me, of course I will listen to them. Even voor de zekerheid, heeft Marcel Brands jouw telefoonnummer? He has, because two years ago he contacted me and yeah, we spoke about a possibility to go back to PSV, but on that time it was difficult because of Tottenham. He still have my number.